Nou, hier woon ik dus. Mooi. Ja, inderdaad. Kijk. Speciaal voor jou. Schuif maar aan, prinses. Dank je. Ze trapt erin. Oké, tijd om te eten, jongens. Niet zo chagrijnig. Banje Movies presenteert met gepaste trots 10 don'ts op je eerste date. Zo, kijk eens aan, prinses. Dank je. De soep. Lekker. Lekker voor je jasje. Wat is dit? Waarom zit er een onderbroek in mijn soep? Weet je? Ik wil niet meteen een hand in mijn broek. Ja, in alle eerlijkheid snap ik sowieso niet dat iemand met me uit zou willen gaan terwijl ik gewoon over haar heen heb gekwakt terwijl ze sliep, ja. Jij was dat? Dat wist je niet. Oké. En wat eten we? Oh, geen zorgen, ik heb al het eten al buiten de vriezer neergelegd. Wat is er? Je bent grappig. Nee, ik ben bloedserieus. Ga je even koken? Oh ja, nee, ze is zeker weten pijpmateriaal. Ja, nee, vingermateriaal kan ook. Volgens mij doet ze wel een trio's. Ik doe helemaal niet aan trio's. Oh ja, in ieder geval, hoe laat kun jij vanavond? Ik geloof dat het tijd is om te gaan. Oh, nou, ik heb in ieder geval vanaf nu tijd. Ja, Melissa was de naam, toch? Oké, is cool, zie ik je zo. Dus, zal ik jou eens even stevig in je reet neuken? Wat? Ik ben een man. Rokjes huis, Jack. Ja. Dan is het goed. Moet jij niet eten? Wat? Sorry. Of je niet moet eten? Oh nee, dank je. Ik heb al lang gegeten. Geweldig. Hij wou in mijn andere een gaatje. Hallo, dat ga ik echt niet toestaan. Ik heb hem dus dat ook echt even duidelijk gemaakt dat ik daar niet van gediend ben. Luister je wel? Hallo? Luister je wel? Sorry. Of je überhaupt al naar me luistert? Niet echt. Reggaeton, goede muziek. Reggaeton, reggaeton. Raak hem aan. Het is normaal. Raak hem aan. Nee. Eén keer, kom op. Geef hem. Raak hem aan. Dan niet, hè. Egoïstische hoer. Ik snap het al. Je bent opgesteld. Maakt niet uit. Ik heb mezelf hier wel, hoor. Ik heb je nummer. Over een week mag je terugkomen. Hey meisje, is alles flex? Zo meteen na het eten hebben we ongenuanceerde seks. In de keuken ga ik je neuken. Oh, ik neuk je door je hol. Mondje open, vieze, vuile snol. Denk nou niet zo snel, we doen het zonder condoom. Kinderen verhinderen. Oh, het wordt zo fijn. Om te neuken. Hoppee, zo de knetter. Dus die hele fles gewoon chocolade gehouden. Het is toch niet normaal? Oh jee. Moet jij niet meer eten dan? Nee, nee, nee. Heb je niet meer honger? Ik heb wel genoeg gehad. Niet zo bescheiden, hier, neem een hapje. Dit is gewoon lekker eten, dit is gratis, dit is van huis. Oh, dit is geweldig. Hier, neem een zakje. Nee, dank je. Hier op je bord en gewoon lekker eten. Dit is allemaal gratis, allemaal voor mij. Woe! Yo, what up gasten en bedankt voor het kijken deze spiksplinter nieuwe video recht. Bitch, button, boom op jouw beeldbuis. Ik versprak me even, kut. Je weet, normaal geef ik altijd Pokémon postkaarten weg, alleen deze keer geef ik onderbroeken weg. En wel dit soort onderbroeken. Hier staat op, ik wil niet meteen een hand in mijn broek. Deze onderbroeken ga ik verloten aan al mijn kijkers. Althans, ik ga er 4 of 5 verloten, maar het klinkt leuk als ik zeg al mijn kijkers, nietwaar? En als jij kans wil maken op die onderbroek, hoef je met 3 dingen te doen. Je moet sowieso geabonneerd zijn op mij, dat kan je hierboven doen. Dan krijg je altijd een update van mijn allernieuwste video. Nummer 2 die je moet doen is heel simpel. Toevoegen aan favorieten hier beneden. En het allerlaatste wat je moet doen om in aanmerking te komen voor die onderbroek, naast abonneren en deze video toevoegen aan je favorieten, wat een hele mond vol is, godverdomme, is in de reactie beneden achterlaten wat voor tekst jij graag zou willen op je onderbroek. Het is maar dat je het weet, ik zweet uit mijn reet. Jouw tong gaat niet direct in die lippen. Als je dit leest, ben je al te ver naar beneden. Verzin het maar, moet een beetje gaan over jouw seksuele grens. De video's rechts van mij zijn allemaal klikbaar. Helemaal onderaan zie je de outtakes van deze 10 don'ts. Zijn er weer een paar leuke, dus snel checken. En stel je vindt niet deze onderbroek, geen zorgen. Je kan hem ook eigenlijk kopen via internet. Linkje daarvoor in de website. Ik zei website, maar ik bedoel in de beschrijving. Daar is een linkje voor die onderbroek waar je hem kan kopen. En gasten, dat was hem. Ik kan jullie nu officieel later gaan checken. Dat is een hele slechte zin.